weekend is de aller... Hallo kijkers, VWM Meiden TV. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van het Pupil van de Week interview. Het is de laatste van dit seizoen, aangezien we zaterdag onze laatste thuiswedstrijd spelen tegen Haaien Boeikop. Pupil van de Week is Sam Melwijk. Sam die voetbalt in de E2. Normaal is het iemand uit de D1-pupil, maar die waren allemaal geweest. De E1 die heeft een toernooi in Prinsenbeek, bij Beek Vooruit, dus die zijn ook niet aanwezig. Ze kwam bij Sam, penaltybokaal heb ik gehouden en Sam was de winnaar. Hij mocht kiezen tussen een fiets of pupil van de week. En hij koos voor pupil van de week. Sam, stel je even voor, jongen. Ik ben Sam Melwijk, ik ben 9 jaar, ik woon in Almeide. En was je op school? Op de Kamerlaag. Oké, okay, in groep? Vijf. Vijf, keurig, keurig. Hey, en wat is je favoriete vak? Gym en rekenen. Gym en rekenen, keurig, keurig. Ben jij een leuke juffrouw? Ja. Mooi, dat is fijn. Hey, je zit in de E2, dan ben jij echt een goede verdediger. Dat weet ik omdat ik jouw coach ben natuurlijk. Goede, lekkere verdediger, een Becky. Wat vind je nou het leukste aan voetballen? Teamsport. Teamsport, dus met je vrienden ook natuurlijk. Ja. CP en Zeger. Zeger is natuurlijk je neefie. Ja. Zal ook in de verdediging. Neefies, mooi in de verdediging. Hey, leuk joh. Hey, dus teamsport vind jij het leukste? En heb je dit jaar ook een keer gescoord? Twee keer. Nou, ja, verdediger scoort niet zo vaak, maar zie je ergens joh. Hey, en nou is het lekker weer, en, dan ga je natuurlijk op trainen. Wat doe je van de rest een beetje in het lekkere weer? Ga je naar buiten of hou je meer van binnen? Ik ga eigenlijk vaak naar buiten, maar als ik niet met vriendjes ben, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Dus, gewoon lekker binnen zitten? Ja, of gewoon op de trampoline of zo. Ja, prima. Wat trampoline in de tuin. Ja. Ja, leuk joh. Hey, heb ik een paar stellingen voor jou? Dus dan ga ik twee dingen zeggen, dan moet jij eentje van die twee kiezen. Dus in principe niet moeilijker. Hou jij meer van nasi of van Bami? Nasi. Nasi. Met saté? Ja. Lekker, lekker, lekker. En cola of sinaas? Cola. Ja, of mag je het allebei nog niet vermoedens? Ken ook? Ik lust het allebei niet. Oh. Cola het liefst. Dan cola, oké, okay, duidelijk. En ga je liever naar de lek of naar het zwembad? Goed zo jongen, ik hou er ook meer van. Lekker naar de lek, mijn lekker weetje. Ik neem er dan een biertje bij, maar die neem jij nog niet. Yes. Ei, wat neem je nou liever op brood? Hagelslag of vlokken? Vlokken. Vlokken. Melk of wit? Of puur? Melk is dat denk ik, hè? Die lichtbruin is. Ja, ja. Ei, en de laatste, computer of tv kijken? Computer. Computer. En wat doe je dan op de computer? Filmpjes kijken zeker op YouTube. Ja. Ja, leuk, leuk, leuk. Hey, mooi. Nou, leuk jongen, de kijkers die zijn weer een dot voor jou te weten gekomen. Zaterdag speelt dus het eerste, de laatste competitiewedstrijd tegen Haaien Boeikop. Almeide bezit een zesde plaats en Haaien Boeikop volgens mij een plekje erboven of eronder. In ieder geval winst is een eindnotering in het linkerrijtje en dat is niet verkeerd. Hey, heb ik nog een paar mededelingen voor jullie? Verleden jaar is er ook de quiz gehouden tijdens het Pul van de Week interview. Die is gewonnen door Jelle Boer. En Jelle Boer die heeft het... Even kijken, een mooie beker gewonnen, dus die komt jouw kant op Jelle. En het hooghouden dit seizoen, jij mag nog, maar hooghouden is niet jouw specialiteit hè? Nee. Nee. Die is gewonnen door Rob van Dijk en die krijgt deze mooie beker. Jullie krijgen zaterdag ook, als jullie aanwezig zijn, de voetbal nog een lekker patatje en een lekker drankje. Dus dat komt helemaal goed. Dan heb Almeide 2 helaas niet het kampioenschap binnen weten te halen, maar die hebben wel na-competitie. Weet je wat dat is, na-competitie? Ja, dan gaan ze nog tegen elkaar wedstrijden spelen in een klein pool en wie daarvoor wint is. Keurig, keurig. Nou, competitie omhoog dus. En daar is Wilhelmina de tegenstander geworden. 21 mei, dus zaterdag over een weekje, speelt de tweede thuis om 4 uur. En daarna nemen de mannen van Hossen het op dinsdagavond de uitwedstrijd tegen Wilhelmina. Mochten die twee potjes dus gewonnen worden, dan volgen nog een tweeluik met een tegenstander die nog niet bekend is. En dan mag er wellicht in de eerste klasse aan gekeken worden. Dus dat is mooi. Hoop ik jullie allemaal zaterdag op het voetbalveld te zien. 2:30, normaal 3 uur, maar de laatste speel ons al tegelijk. 2:30 thuis. Sam gaat de aftrap doen. Tot dan. Je lachen of je wil of niet.